Hallo dames en heren. Zo, hallo, hallo, hallo. We gaan even streamen vandaag. Daar heb ik zin in. Dus we gaan lekker Satisfactory doen. Lekker daar even op neuzen. Lekker even laden. Wat zijn jullie plannen vandaag? Ik heb zo meteen een verjaardag. Wat heb ik nog meer te doen buiten de verjaardag? Heb ik ook nog andere dingen te doen? Ja, ik heb vandaag huishouden een beetje gedaan. Ik heb vandaag leuke gesprekken gehad met mijn neef. Oh, en mijn berichtjes van mensen. Ja, ik weet dat ik kan het van mijn mobiel helemaal beheren. I know, I know, I know. Nou, laten we beginnen met flink wat grondstoffen harvesten, want we hebben flink wat platformen nodig. Om te beginnen gaan we eens vanaf hier helemaal hierin bouwen. Kijken, die hierin, die hierin. Oké, dan. Weet je wat? Ik ga het gewoon eens zo doen. Wat heb ik nodig voor een furnace? Stalen balken en dat. Stalen balken is het bouwen. Koperdraad even omzetten. Even heel veel langer inhouden, want dan kan ik hem ook nog gebruiken voor kabels te maken, want ik heb kabels nodig natuurlijk. Zo. Gaat nog wat meer balkjes maken, is wel handig. Gaan we daar zo mee beginnen. Smelten erin. Noemen we er gelijk even twee. Een voor koper, één voor metaal. Ik ga deze opzet expres zo klein mogelijk houden, omdat ik dan niet alles helemaal weer hoef op te zetten en af te breken en heel veel daar hoef aan te doen. Het is allemaal maar tijdelijk natuurlijk. Dat het even allemaal wat makkelijker gaat, zeg maar. Zo. Zo. Koper. Staal. En staal. Dit maar eens ontsmelten, jongens. En dan heb ik natuurlijk net geen staal, geen koper meer. Oké. Wat heb ik nodig voor een paal? Net een draadje voor tekort. We houden de productie even laag, omdat ik anders, ja, wat ik net ook al zei, echt te veel moet afbreken. Beter even van de snellere productiedingen. Heel veel tijd kosten naar mijn zin. Even meenemen.
En ik heb ook al bedacht dat ik echt overproductie ga leveren aan mezelf. Want ik weet aan mijn hoofd dat er hier al heel veel, dat ik heel veel cobblestone nodig, heel veel concrete nodig heb. In de eerste fase nog niet echt, maar later in de game heb ik het zoveel nodig. Dat het daar nu is alvast even slim is om over na te denken. Denken, oké, van nee, dit doen we. Zo, zo en zo. Dan wil ik nog koper hebben. Koper ligt hier zo. Kijk, hier heb ik concreet weer. Alles van een bioburner, echt een flinke oplaag bouwen. Zo, is dat uitgesorteerd. Even kijken hoor. Wat hadden we dan ook weer? Oké. Ik weet dat ik er per 3. 1. 2. Wat had ik ook weer nodig voor fundamentation? Oké. Dus dan gaan we alleen maar even een plaat misschien nog eraan vastleggen. Oh, dat heb ik al ge. Shuck. Dan heb ik dat al voor nodig. En ja, en daar heb ik alweer platen en schroeven voor nodig. Even kijken. En wat doorbouwen. Ik zou het gedeelte allemaal toch nog met de handen moeten doen.
nodig. 2. Oh, ik heb te weinig kabel. Kijk, heb ik al wat? Ja, mooi. Oh kut, dat is koper. Platen. Oké. Kijk, wat had ik nog meer nodig? De nodige apparaten die ik echt nodig heb, die zet ik er neer. Concrete. Deze die kan ik ophouden.
maken. Zodat ik fundament heb dat ik dan verder kan. Ja. Bij jou. Dat gaat ook voor jou. Dat is het belangrijkste dat ik nodig heb. De rest kom ik allemaal later van. Zo, nou, lekker door. Even kijken, waar zijn we? We zijn langzaam met het stapje dat de fundamentele dingen worden gebouwd. En dan langzaam iets beginnen te bouwen en te doen. Ik heb eigenlijk concreet nodig en platen in eerste instantie heel veel. Dus dat gaan we gewoon even leveren aan mezelf. Zo, meenemen. Meenemen. Ik wil die slak hebben, maar er zitten heel veel enemies in de buurt en dat weet ik. Ups, heel veel fuel op is.
Zo, even kijken, we gaan lekker. Lekker even het grondstof verzamelen, goed. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Dan ook zo'n terminal met een extra miners bouw. Ik heb eigenlijk echt heel veel dingen nodig. En ik ga gelijk voor het massive product, niet voor het kleine beetje. Wat ga ik nou bouwen? Even een klein bordje bouwen. Dat is even nodig. Oh, dat kan ik in één keer doen. Huppatee, kunnen we er 6 bouwen. Er staan er 3 op de iron. En dan zet ik er ook 4 op de dinges. Kunnen we even vooruit hier voorlopig. Erop. Hoor. Nou, schiet het hier al op? Hoeveel heb ik er hier staan? Hier heb ik er 3 staan. Die is eigenlijk al genoeg. Ja, ik heb echt niet meer nodig als 3 hier. Dus dat laat ik wat het is. Koper heb ik toch voorlopig niet meer nodig. En we is volop. Focussen op bodems maken, fundamentations. Daaruit ga je uiteindelijk heel je fabriek natuurlijk bouwen. Dat is ook het fijnst. Even kijken. Ik weet je wat, ik gooi ze allemaal hier op. Hup. Ik kan die dingen allemaal weer gebruiken, dus dat weet ik. Hup. Hoppatee, hup. Doorsorteren. Concreet nodig dat ik erbij neerval. Zo. Kijk, hier ben ik wel blij mee. Dit zijn al dingen waar ik het mee kan, tenminste. Ik kan mijn hub ook verplaatsen, zie ik. Die ga ik sowieso even afbreken, want die heb ik voorlopig niet meer nodig. Ik ga even containers bouwen ook nog, want die heb ik even.
tijdelijk wel nodig. Kakjes kom ik net iets te kort. Oh, maar natuurlijk een. Nee, wacht, ik heb zelf een zak. Ga ik mijn hub inpakken en spullen erover zetten. Zo, kijk eens aan. We beginnen al een beetje een basis te krijgen. In ieder geval de vloer van de basis. Even kijken. Aan. Zo. Zo, appetij. Dat is ook weer opgeruimd. Langzaam maar zeker wordt dit gewoon een basis zoals ik hem wil. Maar dat kost, wat ik ook al zeg, gewoon tijd. Tijd, tijd, tijd. Maar ja, tijd kost eigenlijk alles, dus. Ga even ombuigen, de spullen. Deze kan ik nog wel in. En kabels maken tot we niet meer mee voor de gek van worden. Het schiet al lekker op. In ieder geval ben ik al blij dat ik in ieder geval de fundatie heb al staan. En van het foundation kan ik in ieder geval verder gaan bouwen waar ik heen wil. En wat ik wil en hoe ik het wil. En dat is al een heel eind natuurlijk. En dat is ook al heel fijn. Want dan kan je dus gewoon, nu heb je gewoon een zicht van oké, hier ga ik beginnen en daar ga ik eindigen. Zo, kijk. Is dat ook alweer ruimte van mezelf? Die kunnen erin, die kunnen erin, die boren kunnen erin. Hier stekken. Oké. En dan is het uiteindelijk mijn bedoeling om hem hierheen te bouwen en hier gewoon een dikke drill erop te zetten straks. Nee, dat zijn inderdaad gewoon projecten, die duren gewoon even.
uitsorteren ook weer. Nou, dit gaan we straks dan ook op fundatie zetten als we daar de resource voor hebben. Maar ja, dat is wat ik net al zeg, projectjes van uren werk. En nu helemaal, nu alles half geautomatiseerd is. Of niet goed geautomatiseerd om het zo te noemen. Hier kan ik ook nog heel veel op bouwen. Hier had ik in mijn vorige game had ik hier een flinke basis op gebouwd. Op dit vlak. En daar liep de hele pijpleiding heen. Maar aan de andere kant had ik daar allemaal rommel staan. Trillers en weet ik het allemaal te stond. Genoeg in ieder geval. En nu ben ik me eerst even puur aan het focussen op bodems te kunnen bouwen. En daarom ga ik denk toch wel even nog wat extra dingen neerzetten. In ieder geval een goed vlak bouwen, in ieder geval dat zit al zeker in mijn hoofd. Want op een gegeven moment in die vorige game heb ik echt alles zeker wel 20 keer op af gebouwd. En ja, dat was gewoon ook de eerste keer dat ik de game speelde. Dus nu heb ik daar heel goed van geleerd. Dus nu is het eerst zorgen dat ik mijn fundaties kan bouwen. En dat het allemaal geregeld is. En dan pas de rest regelen. Dat werkt. Tot nu toe, prima. Even kijken. Hier heb. Dat zijn er weer wat. Kijk, we kunnen weer foundations bouwen. Even kijken hoor. Hier moet ik niet te veel heen bouwen. Ja, oké. Ik ga even naar mijn karton mee bezig. Heb die hierin. Is die klaar? Kan ik deze inschuiven? Kan ik die weer meenemen. Trouwens, ik breek me gewoon tot een bepaald stuk af. Ik prik hem tot deze lijn helemaal af. En dan ga ik even kijken hoor, hier weer verder. Want ik weet dat het echt een heel groot platform moet zijn wat ik nodig heb om op te bouwen. Zo. Even kijken, we hebben hier alweer plaatjes genoeg. Oh, en ik moest nog dat doen, 150 van die dingen bouwen. Laten we gewoon eens beginnen met 100. Dus is het ook wel slim als je gewoon een klein beetje verder bouwt in mijn eentje, anders zit ik helemaal zo vast. Dan kom ik helemaal niet vooruit en dat is ook niet handig. Dus. Slowly but steady is het spreekwoord toch? Dus. Oké, okay, yep. Die erin. Even kijken.
even denken hoor, wat gaan we nu doen? Ja, dat is altijd lastig om zulke dingen te plannen en uit te denken. Dat vind ik vooral het lastigste aan deze spel altijd van, oké, ik heb 300.000 plannen in mijn hoofd, 300.000 werkzaamheden die er moeten gebeuren, maar ik kan er maar een paar uitvoeren tegelijk. Mooi voorbeeld is hiervan. Ik moet continu blaadjes verzamelen. Aangezien ik nog geen kettingzaag heb en geen pelletmachine en wat ik denk dat ik toch ga doen wat ik in mijn hoofd heb. En dat is gewoon nog een paar oversten bijbouwen. Om de basis, gewoon de basiselementen even in te voegen voor mezelf. En dat is dus gewoon een koperdraad maken, draad en dat is. En dan moet ik dit even afbreken of even ergens anders opbouwen. Wat ik ook al in mijn hoofd heb zitten. En dan later breken we het weer af. Oh, kijk, ik kan het zelfs alweer. Gewoon zo breed mogelijk maken. Hoppatee. Oké. Neem er 200 mee. Moet gaan even alles in me omgooien. Want we hebben 3 ovens nodig. Ruim 3 ovens trouwens. Nee, we hebben 3 ovens nodig om de basis op te bouwen. Even denken, zeg ik het goed? Ja. Als je dat op de achtergrond hoort, is een zingende moeder. Wat hadden we nodig voor ovens? Koperrook, kak. Oh, en mijn fuel is op. Ook zo leuk iets. Die levert niks. Oké. Koper halen. Neem ik gelijk even de koperboor mee, is niet zo handig. Ik moet toch een keer die boor even kwijt ergens. Dus. Zo. Oh, ik realiseer me ineens dat de streamnaam niet klopt. Kakjes. Tu 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 tu. Dat is de streamnaam op het moment. Dat klopt helemaal niet. Even dat eerst veranderen, maar. Dus kan ik gewoon lopen, dat ik het ongeveer waar ik heen moet. Chat. Alleen chatgeluid. Nou, dat wordt dan even achteraf. Of krijg ik het nou misschien toch gauw voor elkaar? Even kijken hoor. Ja, ik weet in ieder geval dat ik het achteraf kan veranderen. Dus dat gaan we dan ook doen.
Volgens mij kan ik het zelfs nog in mijn stream doen als ik het uit mijn hoofd goed heb. Even kijken, refresh chat sowieso. Aanpassen. Ja, dat is al deel 3. Nee, deel 2. Dus. Fuck. Kak! Kak, 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 kak. Slechtste moment aan mijn aankomende vriend. Ben ik net iets aan het veranderen, valt dat rotbeest aan. Zo, dood. Oké, okay, verder met veranderen, daar was ik mee bezig. Dat is fuck. Kijken. Factory deel 2. Updaten. Upgraden. Zo, is het gefixt. Eten. Zo. En een prikker weer pakken. Doe ik eerst even kijken hoor. 1, 2, 3, 4. Oh, ik hoop dat ik dat al kan. Hard krabbelen in mijn hoofd. In ieder geval eerst drie ovens. Nee, eerst drie containers. Dan drie ovens ervoor. En dan doen we vanuit daar verder bouwen. En waar kan ik dat neerzetten? Nu even nergens. Want ik heb de plekken niet voor. Nou, we gaan even gauw hopen. Ik ben al verder. Kijk, dit is heel mooi. Kan ik er even gauw wat plaatjes erbij bouwen. Kijk hoor. Het platform moet wel echt nog groter worden. Het wordt echt een huge platform, omdat ik dat weet. Even kijken. Opslag. Kom ik weer buisjes tekort. Die buis had ik sowieso al nodig. Oh, buis maken. Zo. Oké, okay, hoppa, kijk, we komen al ergens, dus 2. Dat is 3. Oké,
trekken die eruit, die eruit. En laten we dit ook even helemaal wegruimen. Oké, dan beginnen we met 1. 1 om mee te beginnen. Even kijken of we het koper pakken gauw. Even flink wat rollen bouwen. Oké. Zo. Metaal, metaal en aan de buitenkant wil ik koper hebben. Dus dit wordt dan koperopslag. Hier zit metaal in, een paar slots. En hier zit ook metaal in, een paar slots. Oké. Kun jij ook stoppen? Jij ook eruit. Jij ook. Jij ook. En jij ook. Oké, en dan willen we even kijken hoor. Wil ik er in ieder geval 1 hier hebben. Platen maken. Eieren. En het dan in een container. Opslaan. Dan doen we dat dus voor concrete hetzelfde. Concrete erin. Opslag ervoor zetten. Even denken hoor. Ja, je hebt trouwens, jullie kunnen dan het is 3 per paal. Oké. Even kijken. Dit schiet al het halve werk namelijk. Zo. Flink wat wire maken.
Even kijken. Stroom. Zo. Dan hebben we nog kabel over. En die kabel die dumpen lekker zometeen in mijn overige bende. Want die hebben we natuurlijk nodig. Wat hebben we hier nog? Die. Even uitsorteren. Die nog uitsorteren. Door. Oké. Dan hebben we geen brandstof meer. Nou, dat was precies eigenlijk wat verwacht dat het ging gebeuren. Dan gaan we even alles harvesten. En volgens mij is alles ook alweer vol. Langzaam maar zeker bouwen we ons fabriekje. Nee, het wordt echt een fabriek, maar langzaam maar zeker komt de fabriek eigenlijk op stoom. Het is een spel waar je veel aan het begin heen en weer moet lopen en veel op en neer aan het rennen bent. Maar het loont uiteindelijk. Uiteindelijk is het helemaal geautomatiseerd. Nou, zover zijn we nog niet. Ik zou het al wel kunnen, maar ik weet aangezien de stroomvoorzieningen daar nog niet zijn, dat het niet slim is. De tweede, het is gewoon nog niet handig om dat te doen. Dan eerst maar eens een hele lading koper bouwen. Of een draad ontwikkelen, dat hebben we nodig. Heel veel draad tappen. Draadjes maken. Dus ook even mijn grondstof oprapen. Die heb ik hard nodig. Anders valt alles weer uit en dan doet het weer niks meer. En dan zit ik weer, ja, stak gewoon stil letterlijk. Terug en gelijk jullie maar even rond meenemen. Zo, nu toch iets langer vooruit. Ja. Nou, langzaam maar zeker komen we er wel. Het duurt even, maar dan komen we ook ergens. Dus ik moet wel even goed opletten wat wat doet. Namelijk, jij bent een koperbrander. Dus alle koper moet hierin. Metaal kan er nog wel bij. Oké.
Dan. Dan moeten we koper produceren. Oh, wire maken inderdaad. Heel veel wire. Nou, heel veel is het niet eigenlijk, maar flink wat. Dit moet genoeg zijn. Yep. Logistiek. Dat is heel handig. Inventarislot, handslot, mam. Oh, daar ben ik heel blij mee. Personal chest. Daar ben ik heel blij mee. Even kijken hoor. Moet daar niet alleen bouwen. Schroeven maken. Hoeveel heb ik nodig? 300. Dan kopen we draad. Ik denk dat ik de productie af heb voordat het klaar is. Dat was wel lekker namelijk eigenlijk. Even kijken hoor, hoe is het hier met stroom? Bijvullen. Bijvullen. Dus dan ophopen. Dan heb ik nog koper nodig. Die doet even niks omdat hij in bevroren staat. Zo.
zijn er 30. Die is af, die is af. Nou. Koperleiding halen. Hoppatee. Opschieten met die koper. Hoppatee, aan de gang. Wat gaan jullie, ik ga lekker vanavond trouwens naar een verjaardag. Een grote vriend van me, een goede vriend die ik al heel lang niet heb gezien door COVID enzovoort. Die wordt 28, 29 als het goed is uit mijn hoofd. Dus dat wordt wel weer gezellig een keer met de gasten chillen. Dat heb ik al heel lang niet gedaan. Ik heb eigenlijk aan de ene kant wel zin in, aan de andere kant niet zin in. Beetje dubbel, maar ja, als ik er ben is dat wel heel gezellig. En dan vermaak ik me ook alweer prima. Dus... ik zit in ieder geval op de helft al. Dit gaat goed. Het is 2 per rol, dus. Ik zit al over de helft in ieder geval van de productie die ik nodig heb. Kom op, door, 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 door. Nee, we gaan het sowieso niet redden met deze eerste lading, maar dat is niet erg. Dat is oké. Ik ga gelijk maar even weer een grondstofrondje lopen. Ik ben er toch in de buurt nu dus. Volgeladen worden aan die kant. En deze productie ga ik echt allemaal keer 10 doen straks. Want ik weet dat ik van sommige grondstoffen echt bizar veel nodig heb. En dat ik daar in mijn vorige zeven echt tegenaan liep van... oh kak, ik heb er ineens heel veel nodig. Maar mijn productie is echt 1 of 2 miners. Terwijl ik het op dat moment misschien met 5 miners nodig had en 5 omzetfabrieken. Resources gewoon verzamelen, dat is ook belangrijk. Op dit moment draait alles nog op blaadjes. Blaadjes en blaadjes. Gelukkig wordt dat snel anders. Het is wel fijn dat ik het alle pallets maak inderdaad, dat scheelt een hele hoop. Daar ben ik even mijn... koppervink kwijt, zit hier volgens mij. Terugrondje nemen we de andere grondstof maar weer mee. Zometeen nemen we ook, als ik het kan, als ik de miners er allemaal voor heb, dan nemen we daarboven ook de grondstof over. Ik vind het eigenlijk wel raar. Iron is bruin gekleurd, zeg maar, van het roesten, wat logisch is. En dan is koper blauw. Of groen-blauw, metallic blauw. Ligt er een beetje raar kleur blauw. Laten we het over noemen dan. Maar dat is toch vreemd. Terwijl, ja oké, okay, natuurlijk. Koper slaat blauw-groen uit als het heel lang roest en doet. Dat is waar. Maar...
vind dat nog apart. Geeft echt een dikke error in mijn hoofd of zo. Dingen die drillen al best wel snel. Even kijken. Zo, die kan door. Dit is mijn koper. En moet ik goed kijken dat ik niet mijn koper vernachel. Zo. Even kijken. Nou, dan gaan we er maar weer koper draadjes van maken. Dat ik nieuw ben. Zo. Hey, een biomass burner, daar ben ik heel blij mee. Even kijken hoor. Ik wil die mem eigenlijk ook hebben, want dan kan ik. Even kijken, dat 45. Mem kan ik namelijk. Kom ik daar kunnen mee doen? Oh ja, daar kon ik onderzoeken mee doen. Even kijken wat had ik nodig voor de mem. Dat. Oké, okay, plaatjes. Heb ik er 5 van nodig? En ik kan denk ik niet ook nog geen palace bouwen. Zo. Even kijken. Zoek hoor, ik had nog een sulfur. Die heb ik ook nodig, die slak heb ik nodig. En ik heb die workshop ook nog nodig. Kak! Eating organs. Die zijn ook allemaal klaar. Even kijken hoor. Dit gaat lekker snel. Slakken zoeken. Stock scanner. Overclocking. Even kijken, sulfriet. Nutrients.
Oké, dan hebben we nog even gauw. Even kijken, wat is het volgende dat ik dan wil? Motors, die. Ja, die pallets en die chainsaw, die is wel echt wel heel handig als ik die heb. Even kijken, ik denk dat ik er helemaal niks van heb, zie ik ineens. Oh jawel, nee. Kanonnen, hier moet ik nog wel even aan de bak voor. 500 schroeven, kabel en concrete. Nou, concrete heb ik zo. Daar ben ik volop mee bezig. Concrete heb ik al. Laten we deze doorzetten. Schroeven. Is dat even doen? Want ik heb heel veel schroeven nodig. Ik heb er 500 nodig. Kanonnen. Gelukkig lopen we best wel lekker met grondstoffen, dus dat is het probleem ook niet. Langzaam maar zeker wordt het allemaal groter en beter. Just waiting, just producing. En soms betekent dat dus lang wachten. Ik had het heel veel al geautomatiseerd kunnen, maar ik hou het allemaal even klein. Tot ik een beetje fatsoenlijke dingen heb die ik nodig heb. Oké, koper. Dan gaan we er volop draad van maken. Dit is wel even een drukwerkje. Een drukwerkje. Sorry, die is heel flauw. Ik vind hem even zo grappig. Zo, kijk, die is klaar. Dan gaan we deze ook even doorzetten.
Oh, we hebben er 100. Klaar. Volgende. Workshop, waar ben je nou? Ik had net mijn workshop en ben hem nu kwijt. Nou, daar is mijn workshop. Beacon heb ik niet nodig. Dus chainsaw heb ik wel zeker nodig. En object scanner heb ik ook nodig, maar daar heb ik 3 beacons voor nodig. 1, 2. Dat zijn er al 4. Schroeven. Scanner, schroeven, en die plaatjes, en voor een chainsaw heb ik ook best wel veel nodig, zie ik. Schroeven eerst maar eens even bouwen. En dit. Dit moet ik ook bouwen, dat is ook heel handig trouwens. Ik heb te veel te bouwen. Veel te veel. Weet je wat, ik ga denk ik maar eerst. Ah, kijk, dit zijn van die momenten. Dan ben je 400 dingen tegelijk aan het doen. Omdat je gewoon niet weet wat je moet bouwen. En dat is echt gewoon vervelend. Dit kan allemaal geautomatiseerd worden en dan ga ik binnenkort echt aan werken. Zodra ik een biomass burner heb, dan ga ik. Ik ga. Hier, ik weet het gewoon niet van links en rechts waar ik moet beginnen. Wat heb ik voor een biomass burner nodig? Alleen staafjes nog. Oh, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Nou, eerst die eens even opruimen, denk ik. En die. En die, en die, en die, en die. En die. En die ook. Die bloemen kunnen er ook bij. En die ook. Daar zullen we beginnen om eerst even gewoon alles om te zetten in biomassa. Ik moet het echt versnellen, want dit duurt mij veel te lang allemaal. Even kijken. Even stap voor stap werken, Bo.
Want nu ben ik echt met zoveel dingen in mijn hoofd bezig. Dat is soms zo vervelend aan het spel. Dat je gewoon van links naar rechts niet weet waar je dingen moet doen. En dat irriteert me. Daarom ben ik straks ook zo blij als ik gewoon die malen miners heb. Dan hoef ik al niet meer te denken van, oh ja wacht, ik moet hierheen lopen. Oh ja wacht, ik moet dat doen. Oh ja wacht, ik moet dat doen. Zo. Eerst even rond te halen om mee te beginnen, maar. En dan ga ik dingen doorproduceren. Ja, en dan ga ik staven maken, want van die staven kan ik schroeven maken makkelijker. En dan is dat al opgelost. En dan kan ik de rest even gaan doordenken. En ondertussen gewoon plaatjes verzamelen. Kopen, want het kopen moet afgesplitst worden in twee jaar, dan doen we dat gewoon afsplitsen in tweeën. Makkelijk zat. Want voor de rest, ik heb nog niet echt extreem hoge producties nodig. Zo, slak meekomen. Is een beetje te hoog. Ja. Oké. Oké, even wat gauw wat eten in mijn hand zetten. Nou zeg, we doen er allemaal nog even over. Hey, vrienden op WhatsApp.
Oké. Hoor. Hier zit ook nog een hele hoop in, joh. Kom, hoe moet ik het allemaal kwijt? Ik weet het allemaal niet meer! Kan ik het gewoon even op z'n kortst mee zeggen? Oh, en kijk, die kapt er ook nog weer mee. Zo, oké, dat is dan maar eens beginnen. Die daarin zetten. Zo. Ik ben echt als een kip zonder kop aan het werk op het moment. Van mijn idee. Er komt niks uit mijn handen. En dat is heel frustrerend in mijn hoofd nu op het moment. Oké, herstekken. Schroeven, oké. We gaan eerst beginnen met dit bouwen. Dan hebben we dat voor nodig en dat voor nodig en dat voor nodig. Oké. Kabels. Want vanaf daar kan ik dan weer stroom opwekken. Oké, wat hebben we dan nog nodig? Dat. Staven nodig. Die wil ik ook in fabriekvorm bouwen, want dan kunnen we daar ook weer mee verder. Dan hoef ik dat ook allemaal niet meer met de hand te maken. En daarna weer de kabels maken. Oké. Wat hebben we dan nodig? We gaan eerst gewoon even door in de productie van dingen. Anders. Ik heb er drie nodig. Ik heb er zes van die dingen nodig. Zes van die plaatjes. Staal, koperdraad. Opslag. Zo. Oké.
Oké. Even kijken, die erin. En het volgende even denken hoor. Stappen denken, dat is even min. Oké. Gaat dit wat beter? Die hierbij gooien. Die hierbij gooien. Uitsorteren. Plaatjes gooien we hierin. Concreet hierin. Oké, dan gaan we eerst die pallets maken nu. Dan is dat ook alweer geregeld. Oplossen. Kort gezegd heb ik deze buisjes nodig, die dingen nodig. Ik heb meer buisjes nodig trouwens. Want we gaan hetzelfde doen.
Gaan we eerst zorgen dat we een concrete farm hebben. Even kijken hoor. Die. Dan gaan we eerst eens even kijken of we een hoeveel meeting gebouwd krijgen. Zo, dat is al één stap richting de automatisering. En daar ben ik heel blij mee. Zo. Zo. Hè, we schieten een beetje op in de game. Maken vaart, eindelijk. Hoppatee. Verder. Dat het natuurlijk aan het begin is, hoeft het allemaal niet zo. Zo. Kan ik nog een extra biomass burner bouwen? Ja, dat kan ik zeker. Daar ga ik zeker gebruik van maken. Du-du-du-du-du-du. Hop. Zo. Dan gaan we maar eens verder bouwen met de plaatjes, want die moeten ook even meegenomen worden. Het leuke vind ik nu dat ik langzaam mijn fabriek zie ontstaan. Of in ieder geval een deel ervan, laat ik zo zeggen. Want het is nog natuurlijk lang geen fabriek. Maar je ziet in ieder geval al hele kleine onderdelen van een fabriek ontstaan en vormingen ervan.
Zo. Ik denk dat ik daar met mijn. Even kijken, kan ik daar al. Dat zou ik al makkelijk kunnen doen. Het enige probleem wat ik dan heb is mijn biomass burners die daar niet bij kunnen. Oh jawel, die kunnen er wel bij. Dan moet ik ze daar natuurlijk gewoon neerzetten. En dan ga ik het gelijk in een hele grote productie neerzetten hier. Want die hebben we gewoon nodig. Dat weet ik uit ervaring. Dat is miner 1, dat is miner 2. Dan bouwen we gelijk een flinke vloerpaneel hierin. Kan ik al een burner hier neerzetten? Nee, ik heb nog te weinig, ik heb nog te weinig staafjes. Die hebben we nodig. Hup. Staafjes. Staafjes. Zo, gaan lekker. Hoppa. Flats. Nou, er zit hier gewoon goed schot in deze zaak. Deze game, deze stream sluit ik nu af. Dank voor het kijken en tot de volgende stream. Doe ik eerst even opslaan. Beetje lullig als onze voortgang verdwijnt. En houdoe.